Ik ben Tom Wonen, ik speel bij TC Nieuwekerk en bij Manchester Tennis Academy. Ik kom uit Nieuwekerk. Mijn jeugdranglijstpositie is nummer 6. En ik speel ook competitie bij TC Nieuwekerk. Oké, nou hartstikke goed. Hey, wat vind je van de Nike Junior Tour tot nu toe? Nou, ik vind het erg leuk. Je krijgt leuke kleding en zo. En ja, natuurlijk hartstikke leuk dat we hier op gras mogen spelen. Ja, precies. En waarom heb je je ingeschreven voor de Nike Junior Tour? Nou, we willen een toernooi spelen. En dit leek ons een heel leuk toernooi. En dat klopt, het is een heel leuk toernooi. Nou, blij om te horen. Hey, ik zag dat je vanmorgen om 9:15 al op de baan stond te trainen. Ja. Met je trainer. Mm. En dat is natuurlijk een hartstikke goede voorbereiding. En hoe heb je je eigenlijk verder voorbereid op dit toernooi? Nou, we hebben dan gewoon op de gravelbaan eigenlijk heel veel slice gespeeld. Wat service volley geoefend, laag zitten en dat soort dingen. Okay. Moet je je spel heel erg aanpassen op het gras? Of vind je het wel fijn spelen? Ja, ik persoonlijk hou altijd wel van snelle banen. En ik vind het erg fijn spelen. We hebben mazzel met het weer. Ja, absoluut. En daarom hebben we niet heel veel slechte stuiten. Klopt. Dus jij kan ooit wel op Wimbledon, kan je je wel aanpassen? Ja, ik hoop natuurlijk dat ik op Wimbledon kom. Dat is wel je doel? Ja. En heb je nog meer doelen voor je tenniscarrière? Nou, zo hoog mogelijk komen. En vooral ook heel blij. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. En wie is je grote voorbeeld in de tenniswereld? Roger Federer. En wat vind je dan zo speciaal aan hem? Nou, hij is eigenlijk altijd heel rustig. En ik vind hem altijd heel mooi spelen. En wat vind jij zijn mooiste slag? Zijn backhand vind ik zijn mooiste slag. En spiegel je jezelf daar ook aan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Wat is jouw favoriete slag? Mijn voorhand. Je voorhand. Daar kan je de meeste winners mee uitdelen. Ja. Maak je daar ook het meeste punten mee? Ja. Dat is helemaal goed. Hey, wat verwacht je van vandaag? Leuke wedstrijd spelen. Tegen Bart. Dus we hebben één keer eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was gewoon een hele leuke wedstrijd. Wanneer heb je tegen Bart gespeeld? Oh, dat is alweer lang geleden. Lang geleden. Ja. Okay. Wie had er toen gewonnen? Bart in 3 sets. In 3 sets. Nou, dat belooft veel goeds voor vandaag, toch? Jullie zijn allebei gegroeid, dus het kan een hartstikke mooie wedstrijd worden. En ik zag dat je met blauwe veters rondliep. Ja. Vertel eens, hoe kom je eraan? Nou, dat is van het UNICEF ook. Die kreeg je als je lid werd van de Ace Club. En dat hebben we gedaan. En wat is de Ace Club? Vertel eens. Ja, dat is een club en dan betaal je voor elke ace die hier geslagen wordt 15 cent. En er worden ongeveer 200 aces geslagen. Dus ongeveer 30 euro. Oké, en waar gaan de opbrengsten dan naartoe? Weet je dat al? Naar UNICEF. Naar UNICEF. Kijk, hartstikke goed. Hé, wij hebben ook gehoord dat jij uit een grote sportfamilie komt. Je zus is een goede turnster en jij bent hoog aan het tennissen. Hoe ziet jullie dagindeling er een beetje uit? Nou, druk. Tess is er bijna nooit. Die is vooral aan het trainen. En ik train ook heel veel. Hoe vaak train je in de week? 6 keer in de week. Okay. En je vader die rijdt jullie overal naartoe? Of zit je in een gastgezin? Nee, ik woon wel gewoon bij mijn ouders. En die rijden ons overal naartoe. Okay. Nou, lieve ouders, heb je. Even in de camera zeggen. Bedankt papa en mama. Bedankt papa en mama. Hey, we eindigen even met een aantal quotes. Dan moet je binnen 2 seconden antwoord op geven. Okay. Rafa Nadal of Roger Federer? Federer. Venus of Serena? Serena. Voorhand of backhand? Voorhand. Dubbel of enkelspel? Enkel. Gras of gravel? Gravel. Wie wordt de winnaar van de dames tot en met 12? Ik denk Kimberly. En bij de dames tot en met 14? Claire. Jongens tot en met 12? Ik natuurlijk. Jongens tot en met 14? Ziggy. En bij de UNICEF Open, de dames? Hene. En bij de mannen? Becker. En wordt Nederland wereldkampioen? Nee. Nou. Pizza of pannenkoek? Pizza. Blauw of roze? Blauw. Doe je volgend jaar weer mee? Ja. Hartstikke goed. Hey Tom, dankjewel voor je interview.
En ik wens je heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Ja.
Dan niet.